Vandaar wil ik het hebben over kleurbewerking. Vooral het onderling afstellen van files die over hetzelfde onderwerp gaan, is heel belangrijk. Hierdoor ontstaat dat verschillende onderdelen niet van kleur verschillen. Ik wens je hierbij veel kleurplezier. Het komt vaak voor dat je verschillende onderwerpen van verschillende standpunten uit filmt. Soms zit er tijdverschil in, ander moment is de zon verdwenen en zo kan je later in de computer tot de ontdekking komen dat er kleurverschil is. Dit moet je op dat moment dan oplossen. Edius heeft daar een manier voor gevonden. Je moet dus eerst het ene beeldje neerzetten, vergelijken met het tweede beeld, maar vaak lukt dat niet zo. Ik zal laten zien hoe dat het makkelijkst kan. Ik heb hier een videoopname gemaakt van een schutting waaraan regendruppels hangen. De regendruppels reflecteren de zon in dit geval en dat is de reden dat ik hier een opname van maak. Ik heb ook een tweede opname gemaakt en die tweede opname die zorgt er dan voor dat we van een ander standpunt kijken en wat blijkt, de kleur is heel anders. Nou, dit moeten we natuurlijk oplossen, want dat kan je niet direct achter elkaar gebruiken. Ik heb de twee nog eens samengezet. 1 deel 50% verschoven en dan zie je dus duidelijke verschillen. In het algemeen wordt een opname eerst met eh, primaire color correction in orde gemaakt en vervolgens moeten we ze naar elkaar toe gaan brengen. Maak dan niet de fout door bijvoorbeeld het origineel hieronder eventjes aan te klikken en daarnaast te zetten, want op de tijdlijn zouden over het algemeen de zaken al bijgekleurd. En hier val je altijd terug naar het origineel. En dat is langer. Het is niet gecorrigeerd. En daar heb je dus niet zoveel aan. Dus we moeten iets anders bedenken. Wanneer je op het idee komt om bijvoorbeeld twee beelden naast elkaar te zetten. En dat kan in dit geval door single mode in dual mode te veranderen. Dan komen hier twee beelden te staan. Maar bedenk wel, op het moment dat ik deze aanklik. Dan komt hier ook een beeld te staan. Maar dit beeld is altijd. Vanaf de bibliotheek ingevoerd. Dus dat is een beeld waar dus de correcties niet in zitten. Dat betekent dus gewoon dat je daar eigenlijk niets aan hebt. De problematiek moet ik oplossen met prima color correction. Niet met de layouter, maar echt met kleurbewerking. Ik ga hier de lineaal neerzetten. Vervolgens loop ik naar deze toe, want dat is de tweede. Waarvan ik dus zeker weet dat ik die moet hebben. Daar zit nog geen color correction in. Die sleep ik er dus even naartoe. Ik klik hem aan. En op dat moment dan heb ik hier een mogelijkheid om alle kleuren te bewerken. Wanneer ik nu het oogje indruk, dan druk ik dus eigenlijk aan dat de lineaal aangeeft welke ik wil hebben. En als ik dan naar deze toe ga. En ik klik deze ook aan. Dan zie ik dat als ik hem verschuif, dat ik hier twee verschillende beelden heb. Op dit moment is het mogelijk om een van de twee te gaan bewerken. Dat kan dan bijvoorbeeld door de kleur wat bij te stellen. Ik zie hier wat bruin, dat is geel en rood eigenlijk. En dan moet ik dat wat bijgewerken. Ik heb hier wat geel. Dan kan ik kijken of dat er wat beter wordt? Het wordt inderdaad een beetje donkerder. Ik kan dan hier wat rood kan ik misschien nog een beetje wegwerken. En nu ga ik zien dat deze en die samen dus eigenlijk mooi van kleur zijn. We kunnen het natuurlijk tot op de millimeter nauwkeurig doen. Maar het gaat even om het idee. Wil ik het andersom doen? Wil die ander bewerken? Dan klik ik deze aan. Dan zie ik hier het verschil. En dan kan ik het eventueel nog een stukje bijwerken. En je ziet hier zo dat naarmate je dus roder maakt of minder rood, dan kom je aardig in de richting. En je ziet hier zo dat je dus gewoon de zaak helemaal naar elkaar toe kan brengen. Uh, zo meest ideale stand. Ik klik hem uit. En ik heb nu de beelden, heb ik dus gemaakt zoals ik gemiddeld zou willen. Je ziet dat hier. En je ziet dat hier. Deze. En die. Zijn dus nagenoeg hetzelfde geworden. Een ander onderdeel van kleurbewerken is bijvoorbeeld wanneer we in zwart-wit werken, één bepaalde kleur eruit te laten springen. Het is een bewerkelijk proces, maar wel leuk om te doen. We gaan er naar kijken. In deze opname van de rozenstruik heeft men ervoor gekozen alles zwart-wit te laten. Men heeft echter wel de roos zijn originele kleur laten behouden. Hij trekt echt de aandacht op deze manier. Ook de bruid heeft zwart-wit. De rozen daarentegen zijn dus allemaal in de originele kleur. Een heel mooi geheel. Door verschillende filmpjes op YouTube ben ik op het idee gekomen ook zo'n film te maken. Kijk mee naar de volgende stappen, dan kan je misschien in de toekomst ook zo'n filmpje maken. Op de kaasmarkt van Alkmaar zijn heel veel kleuren. We zien de bruin-rode muren, we zien de rode hoeden van de kaasdragers en ook de kazen in het geel. Wanneer we de film starten, dan zie je heel langzaam de muren en de personen zwart-wit worden en de kazen blijven geel. Dit wordt speciaal gedaan om de aandacht te trekken op de kazen en niet op de omgeving. Maar de vraag is: hoe doe je dat nou? En daar gaan we straks even naar kijken. Wanneer we in onze video een figuurtje plaatsen of we gaan een tekst plaatsen, dan is het over het algemeen zo dat de omgeving van die figuurtjes allemaal transparant is. Alles wat zwart is, is in dit geval transparant. Ook bij teksten, die zijn altijd gemaakt. Als een losstaand geheel en dat is ook de reden dat je voor een gebouw of onderwerp gewoon een tekst kan plaatsen en daarachter blijft het gebouw dan ook zichtbaar. Ik kan het hier laten zien op het moment dat ik dus een figuurtje hier neerzet. Dan zien we dat het vrouwtje staat nu op strand of de tekst staat nu dus ook op een gekleurde achtergrond. De gedachte bij de roos van daarnet is dus eigenlijk. Dat we een achtergrond hebben, die hebben we zwart-wit en de roos als zodanig hebben we vrijgemaakt en de omgeving van die roos is transparant. Wanneer ik dat nu boven elkaar leg, dan moet het gaan kloppen en dan hebben we dus de roos of zoals net de kaas vrijgespeeld van de achtergrond. Dat betekent dus gewoon dat het twee opnames boven elkaar zijn. We gaan dat nader bekijken. Ik heb op de tijdlijn een aantal paddenstoelen neergezet. We staan hier op deze rij. Ik weet niet precies of alles klopt, maar de eerste stap die we moeten doen is controleren of de gegevens van deze file kloppen met de settings van het programma. We gaan daarvoor naar Settings. We gaan naar Project Settings. We kijken hier. We zien dat die HD, 25 weltjes is. Dus 1920x1080. 25 beeldjes. Wanneer we dat weten en we gaan naar deze toe, rechtermuisknop, properties, we gaan kijken naar file en dan zien we hier staan de datum, het npm-bestand en bij video vind ik 1920.080. 25 beeldjes. Als dat klopt, dan kunnen we verder. Als dat niet klopt, dan zal je aan het eind van de rit, dus tijdens het uh, alfa-mat maken, zal die weigeren. En dan ga ik opnieuw beginnen. Dus als dit in orde is, dan kunnen we door. We gaan allereerst het beeld optimaliseren. Daarvoor gaan we naar de color correction. We zetten hem in. We klikken eventjes de veren aan. En we gaan kijken. Of het klopt. Hij staat er hier iets boven. Dus dan gaan we kijken naar color correction. We slepen hem naar beneden toe. We halen het een beetje omlaag. We gaan hem hier een beetje omhoog. We zorgen dat de paddenstoel wat mooier is. Kijk, het kan te licht zijn. Het kan te donker zijn. Vooral hier. Daar gaat het over. En wanneer we denken dat het zo mooi mogelijk is. Dan kunnen we er wat mee. Ik denk dat het zo goed is. We zetten dat weg. We halen deze ook weg, de videoscoop. En nu kunnen we verder. Terug naar de onderste file. We slepen hem naar boven en drukken dan op Ctrl. Dan heb ik een exacte kopie. Dan gaan we terug naar de onderste. De onderste. Die zou zwart-wit moeten worden en de bovenste, alleen de bovenkanten van de paddenstoelen, gaan we rood maken. We beginnen allereerst met de onderste vijl. Die moet zwart-wit worden. We klikken hem aan. Hij wordt wit. We gaan dan alle gegevens die over deze vijl staan hier gebruiken. We hebben hier in dit geval de primair color correction. Ik klik hem aan. Hij opent zich. En wanneer we nou naar Saturation gaan en we halen deze naar links, dan zien we dat die grijs wordt. En dan kunt u zeggen, ik zie niks. Nee, want als we hier kijken, dan staat deze de zaak af te dekken. En die zit boven het origineel. Dus we gaan de Prima Color Correction gaan we sluiten. We schuiven hem op. En we zien, hij is zwart-wit. Is goed gelukt. Nu kunnen we door. Wat we nu gaan doen, dat is proberen, en ik zal deze gewoon even wegzetten om verwarring te voorkomen. Hier moeten we voor zorgen dat het rood zichtbaar blijft en de rest weg. We gaan nu de speciale gereedschappen inzetten. Hadden we in het voorgaande stukje. Bij deze opname een gereedschapje nodig, chromokie, om dus al het groen weg te halen. Nu moeten we ervoor zorgen dat al het rood juist blijft bestaan. Dus dat is een andere handeling. Daarvoor hebben we dan ander gereedschap nodig. Daarvoor gaan we naar videofilters. We zoeken daar even door. Chrominans. Grominans pakken we op en die slepen we in dit geval naar deze file toe. Laten we hem los en we zien hier dat grominans is dus aanwezig. We openen nu grominans. Klik hem dubbel aan. Hier ontstaat de nieuwe file, grominans. Wanneer ik deze aanklik, dan kan ik aanwijzen wat ik rood wil hebben. In dit geval klik ik hem hier aan. Als ik nu naar Show Key ga, dan zien we hier in het bovenste scherm wat wit. Alles wat wit is, dat wordt straks zichtbaar. Wij moeten de paddenstoelen, bovenkantjes, moeten wij in zicht hebben. We gaan naar deze toe. En hier zien we al een klein beetje hoe zit. Maar er zitten enorm veel vlekken omheen. Die moeten we weghalen. We kunnen door middel van dit te schuiven, kunnen we het zo mooi mogelijk maken. Alles wat rood wordt, dat is zichtbaar. En we moeten eigenlijk alleen de bovenkant van de paddenstoel hebben. Dus al die witte stukjes, daar hebben we eigenlijk niets. Dus we proberen het zo goed mogelijk. We kunnen hem eventueel nog een beetje draaien. Dan zie je dat het, hoe witter die is en hoe minder bijwerking je hebt, des te beter wordt die. Minder, een beetje in, zo wordt hij zo wit mogelijk. Heel voorzichtig met de kleine stukjes tegelijk, een klein beetje naar beneden schuiven, zo wordt hij weer wat groter. En zo ziet hij er al aardig uit. Zo hier nog een klein beetje, dan wordt hij weer wat minder. Daar nog een klein beetje, zo wordt hij wit. Dat is de beste. En zo laten we hem dan. We zeggen oké. Okay. Wat nu opvalt, is dat de originele file, die normaal gesproken in kleur is, is, dat nu niet meer En dat is nou precies de bedoeling. We laten hem hier zo staan. We klikken hem aan. En als we dat niet doen, dan eh, kunnen we niet rekenen. Want we gaan nu gaan we rekenen met deze file. Ik klik hem aan. Ik klik op dit driehoekje. Hij heeft hem helemaal geselecteerd en wat ik nu doe, dat is ik druk in Shift Q. Er ontstaat direct hier een tweede veldje. en daar is hij met rekenen. Je ziet ook dat het hele beeld is zwart is. En daar is hij. Hij is nu zover dat hij dus mee kan gaan rekenen en de volgende stap gaan maken. Ik pak deze twee files allebei op. Ik klik, ik druk de controltoets in en ik pak de tweede ook. En ik sleep ze. En laten we maar eventjes naar een andere gaan. Ik sleep ze nu naar deze toe. Er staan nu twee files. Die twee files, die moet ik nu gaan converteren. Ik klik hem aan, ik klik. Met de controltoets de tweede ook aan. Dan gaan we de rechter muisknop indrukken. En dan kom ik hier convert tegen. Bij convert zien we hier alpha mat. En dat alpha mat, dat moet zichtbaar zijn. Als dat niet lukt, dan heb je in het voorgaande traject, zoals ik toen al aangaf, als er iets niet klopt in het aantal pixels of het aantal beeldjes. Of een andere oorzaak, dan wordt deze wordt niet wit. Nu is die wit, dus ik kan hem nu aanklikken. Dan krijg ik hier een nieuw beeld. Dit nieuwe beeld, zo is die zwart-wit, zo is die rood. We gaan daar naar luminans mat. Als ik daarop druk en ik zeg oké, okay, dan vraagt die: moet ik hem wegschrijven? Print to file. Ik doe dat dan ook. En ik zeg export. Zo. En hier kan ik hem dan een naam geven. En dan noemen we dan maar paddenstoel. Noem maar 5, waarom niet? En als ik die dus opsla, dan komt hij aan de rechterzijde komt helemaal nieuw tevoorschijn. Ik klik hem aan. Nu de file is weggeschreven naar de bibliotheek, kan ik hem daar ophalen. En als ik hem dan boven sleep, dan zien we vanzelf het resultaat. Dit is hetgeen wat we uiteindelijk bereikt hebben. Ik zal hem af laten spelen. Willen we nu dat het zwart-wit beeld start... Met een kleuropname, zoals ik in het begin heb laten zien, dan kan dat door middel van de layouter. Ik leg daarvoor over het definitieve deel leg ik een nieuwe. Hij is precies hetzelfde en dat kan ook niet anders, anders verlopen de paddenstoelen. We hebben deze dus weer helemaal in kleur. En wanneer ik nu naar de layouter ga en klik de layouter aan, en ik ga hier naar beneden toe naar opacity. En ik zet deze bijvoorbeeld op dit punt. Klik ik aan. Ik geef hier de pictogram aan. Ik doe dat hier ook eventjes. Dat is de start van 100%. En als ik dat nu zeg, op dit punt, ga ik hem 0 maken. Dan betekent dat direct op het moment dat hij gaat spelen. Kunnen we goed in beeld zien dat hij verloopt naar zwart-wit. Dit is het definitief model. Ik hoop dat je van deze video veel geleerd hebt. Wanneer je de video deel voor deel doorneemt, dan kan je tot dezelfde resultaten komen. Ik wens je veel succes!